Goed, we gaan beginnen, jongens. We gaan gewoon beginnen. Luc de Jong hier in Amsterdam. Het is wat. Ja. Ik ga hem tegen me opnemen. Ik mis Aubameyang, ik mis Marco Reus. Maar ik heb het thuis publiek. En hier nog heel veel publiek achter mij. Top. Luc, ik wens je succes. Jij ook, succes. Top. Dankjewel. Ah. Ik ben nu wel een beetje... Heel een beetje bang voor je. Ah, dat is een groot woord, maar ik ben wel heel benieuwd. Want het wordt wel een lastige kluif, hoor dit. Jij bent dan ook weer iemand die zo zegt van ja, 2016 hebben we niet echt gespeeld, maar het zijn meestal de gevaarlijkste, hè? Kijk, daar hebben we hem ook. Gaan ze voor de counter. Yo, ik kan helemaal niet counteren, man. Jongens. Er is een kast erop. Ah, jongens, op de baan. Zeker weten. Moet ik ook niet doen, laat de bal erop. Vind jij het nou jammer dat Bayern München dan zo'n target man als Mandzukic, dat ze die dan weg hebben gedaan? Want jij bent echt een beetje ook zo'n target man. Ja, Lewandowski is wel compleet. Ja, dat is ook niet te geloven, hè, man. Nee. Kijk je daar dan een beetje met jaloezie naar of eerder respect? Lewandowski. Maar zulke spits, heel veel respect. Ja, natuurlijk. Ja, het liefst zou je ook op zo'n plek willen staan. Ja, precies. Ah, dat vind ik wel mooi. Ja, dat is toch even... Opsa. Oh. Kijk, dit zijn foutjes die moeten afgestraft worden. Kagawa. Zo! Komt even invliegen hier. Doe dat! Oh, hij zit er allemaal onder! Komt Luc de Jong even heel dichtbij. Oh, ja, ik wel. Belt u! Schrijf zijn handje op! Corner! Geen jank hier. Hey Luc, even... Weet je wat ik me afvroeg? Jij bent natuurlijk in Zwitserland geboren. Had jij niet gewoon naar het EK kunnen gaan eigenlijk nu komende zomer? Als jij voor Zwitserland had gekozen. Ja... Nee, dat, ik heb al... Dan moet je tot je 14 in Zwitserland bij wonen om daar een paspoort te kunnen krijgen. Oh, zeg maar, ja. Het is een moeilijk land natuurlijk. Ja, dat ook. Maar... Ik ben, mijn ouders zijn gewoon allebei Nederlands, dus ik ben ook gewoon puur Nederlander. Dus. Nooit een optie geweest, geen spijt van dus. Nee, zeker. Ze doen het wel goed de laatste jaren, hè? Ja. Shaqiri. Zeker. Ah, jongens. Heel veel toeschouwers, ik geloof dat ze hier zelfs een beetje naast mij live aan het streamen zijn. Han! Het publiek schreeuwt om Aubameyang en Royce. Ik moet even die begin erin zetten. Als je mij het Nederlands zelf dan ziet. Ja, goeie jongen. Ja? Ja. Is het een mannetje? Nee, helemaal niet. Zijn ze het allemaal, hè? Helemaal niet. Hij is een hele normale jongen. Ah,
Dat is natuurlijk ook uit de provincie, hè? Een beetje zoals jullie eigenlijk gaan doen. Ja. Dat is echt een prof hoor. Die, ja, precies. Oh jongen, die hebben wel afleiding. Je hebt het door, hè? Jongens, ren dan door, jongen. Ik moet zeggen, ik ben ook wel eens bij de Graafschap geweest. Ik kom zelf uit Arnhem. Oké. Ja, natuurlijk redelijk in de buurt. Ja. Heel gezellig sfeertje. Ik vind de Goffert ook leuk om te komen. Vijverberg en Goffert. Ja. Het is gewoon een leuk stadion. Ja, Vijverberg, altijd. Stiekem leuker dan de Gelderdome. Ja, het is wel een mooie sfeer. Altijd. Gaat goed. Kom op, jongen. Nikitarian. Lekker Noia. Eerste helft weer bijna voorbij. Weinig kansen. Jij ballen zo'n paal natuurlijk. Ballen zo'n paal, hè. Maar dat kan ook tegenwoordig, weet je. Ja. Jongens. Door overheen, jongen. Ah nee, dat is een dolle bal. Kom op, jongens, nu kunnen we eruit komen. Rust denk ik, ja het is rust. Man. Oeh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kom er totaal niet doorheen die vijfmans muur. Ik ga misschien even een andere opstelling spelen. Goed, ja. Gaan we weer. Man. Ja, staan spelen is ook al niet mijn ding, man. Daar moet ik goed voor zitten. Nee, de omstandigheden zijn bijzonder lastig, jongens. Het is warm, veel toeschouwers. Ja. En Luc de Jong die hier constant sliders loopt te maken naast me. Hij schijt. Gewoon een rode dit, hoor. Zou rood kunnen zijn dit. Oh. Nee, geen rood, gelukkig. Maar hij heeft nu gefrustreerd overkomen, anders... Ik speel nu naar de gelbe band toe, hè? Dus dit wordt mijn helft. Ja. Ga gewoon langs spelen. Alles op de jong. Oh nee. Hup, sterk. Paniek in de tent. Paniek bij Luc de Jong. Jongens toch. Verdedigen. Lekker gebikkeld, Pijcek. Oh. Moet hij toch afleggen? Heb je Ribéry er al in gegooid? Ja. Wel. Doordruk ook. Kom op, hé. Nooit is ontslapen. Wat ga je doen? Hou je die 5 verdedigers? Wil je dat ik open ga gooien achter? Ik hoop het wel. Je moet. Ik heb helemaal niet. Verlies is toch geen optie, Luc? Hey, tuurlijk, je had die bal op de paal, maar verder heb je ook niet. Ook niet de pannen van het dakspeel. Dat is ook jouw eerste goal, hè? Ik heb helemaal geen recht van spreken, maar ja. Ik hoorde het Ronaldo nog zeggen in zijn film. Hij zegt, winnen is winnen. Ja, dat is zo. Daar heb je helemaal gelijk in. Ook een beetje jullie strijdplan in de Champions League, toch? Oh, Robert, man! Tegen zijn oude clubpie.
Nou, nu ga je eraan. Nu ga je eraan. Castro, wat een ruimte ineens. En dan, wie is daar? Kakawa. Sneller dan Martinez. Kakawa, dit moet 2-0 zijn. Oh, rood! Oh. Rood en penalty natuurlijk. Oh, Luc. Hier geef je het weg. Hier geef je het weg. Nu gaan we wel veranderen. Oké, wacht eens, het spel eraf. En nu sta je natuurlijk automatisch op 4 verdedigers. Ja. Ah, eerst moet hij nog even in natuurlijk. Oké, nu moet ik doordrukken. Ja, nu ga ik even... Man, ik had het lastig, jongens. Hoe voelt dit? Voelt dit als onrecht? Ja. Nee, dit was wel een mooie kaart. Dit was wel een roodje, duidelijk. Maar ja, onrecht. Omdat jij eigenlijk stiekem die bal op de paal en hebt weer die kans. Ja, dan zijn je zomaar 2-0 achter in 10 man. Ja. Dat was, nou ja, die bal die op de paal rolt, die kan er ook zo mee rollen. Maar ja, dat gebeurt niet. Nee, zeker weten. Alaba hierbij. Het zijn de clichés, hè? Het is voetbal, het is FIFA. Ja, wat nu inderdaad. Ja, gewoon zo. Op de rechterkant moet er nu ruimte komen, ik zie het al. Links van het middenveld loopt nu niemand. Oh, ultra aanvallen. Hier hou ik van. Aanvallen, oké. Ik sta ook aanvallend, ik ga hem gewoon even gebalanceerd zetten. Ik laat je even komen. Ik pak hem dan af. Er was nog een vraag die ik je wilde stellen. Ja. Alleen, die had je sowieso geweten, denk ik. Want voor het hoeveelste jaar, als jij nu kampioen wordt bij PSV, voor het hoeveelste jaar op rij blijft de titel dan al gewoon bij de familie de Jong? Zevende. Ongekend. Volgens mij, er is nog nooit een club geweest die 7 keer op rij kampioen is geworden, toch? Nee, volgens mij ook niet. Nee. Volgens mij is 4 maximaal. 4, ja. Ja, tuurlijk. PSV en Ajax. Ja, Ajax had toen geen 5. Dat is toch wel iets heel bijzonders, hoor. Jongens. Geloof je er nog in? Ik geloof wel daar nog in. Dus kun je beter direct stoppen. Ja, dat is waar. Tweede paal, oeh! Oh, Ribéry. Met ruimte. Hij is snel, maar Hummels is een beest. Wanneer ga je naar binnen? Niet, hij gaat niet naar binnen. Belt u! Nee, toch? Nee. Zo goedkoop krijgen ze niet hier. Oh! Het scheelt niet. En voor wie staat Siem nou te juichen? Voor PSV of voor jou dit seizoen? Hij staat alles om mij te juichen. Ja? Ja. En ja, omdat ik bij PSV speel, ja. Hij heeft toch liever dat jij hem binnen natuurlijk. Hij hoopt natuurlijk ook dat hij binnen de familie blijft. Ja, natuurlijk. Laat het die mensen hier in Amsterdam maar niet horen. Ja. Natuurlijk heeft hij een zwak voor Ajax, maar ja, ik denk ook dat hij zwak voor mij heeft, lijkt me. Ja, natuurlijk. Moederliefde is inderdaad... Ja. Dat is raar, hè? Ik heb wel eens toernooien gespeeld in het buitenland voor FIFA. Ja. Mijn broer is dan zenuwachtiger dan ik. Mijn broer is wel eens meegegaan. Ah, oké. Okay. Precies hetzelfde. Die is dan zenuwachtiger dan ik. Zullen jullie misschien ook wel een beetje hebben als je broer zit spelen? Ja, natuurlijk. Dan hoop ik ook dat het goed is. We leven heel anders. Ja. 10 minuutjes nog, nu? Ja, ik weet het. Toch maar ultra aanvallen, ja, precies. Ja. Blazikowski wordt dat dan de enige pol vandaag die gaat scoren. Lewandowski mist alles. Blazikowski, oh, ongelofelijk wat een kans. Die mag ik toch niet missen, maar ja. Ah, jongens. Nee. Oh. Moet bij jou zweethanden dan. Man. Het is ook warm hier. Echt, hè? Kagawa, langhoek. Feest heel vast. Ja, dit ga ik niet meer redden. Dit zou ik ook nooit van zijn leven hebben. Nee. Geflatteerd, ik kan niet anders zeggen. Als je het wel bepaalde, heb je het. Ja, ga je daar vanavond nog wakker van liggen? Ik wel.
gaan nu vooral de tribune trappen. Ja. Om nu de schade beperkt te houden. Dat is een andere manier van voetballen. Ineens, je moet in één keer eventjes de schade beperkt houden in plaats van alles doen om die punten binnen te jassen. Komt er dan nog een eretreffertje? Die eindfase, die eindfase. We zitten er zo wel op, denk ik. Denk ook. Scheidsrechter, fluit maar. Ja, dat was, ik geef je nog een keer een hand. Luc, ik vond het gezellig. Ik ook. Ik hoop jij ook. Ja, 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 zeker, zeker. Zo, was hem weer 3-0, maar dat is een beetje geflatteerd. Luc de Jong maakte het me echt heel erg lastig en het was warm hier, dus ik sta hier letterlijk te zweten. Heel erg bedankt, Luc de Jong. Echt, het was top. Ik ben heel blij dat ik weer heb gewonnen, mijn status hoog houden. Orlando Engelaar, jou pak ik nog wel. Wat een praatjes. Heel erg bedankt voor het kijken in elk geval. Like deze video natuurlijk als je hem leuk vond. Abonneer je op het kanaal, dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe battle. Adios.